Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi saya Rita dan Steven. Selamat datang ya di channel kami. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja di pandemi corona ini. Livi. In welche die Reden liegen vertrauen mit jou? Ja, some money. Money? And then because you handsome? Omdat you have full health and you been Nederlander, so it can bule. Well. Yeah, you been bule, so it can well met the Nederland passport ever. Okay. And what is your reden travel with me? Can cook good. Yeah, pintar yeah, mata. Ah, okay. And apa lagi? Cleaning. Cleaning. Apa lagi? Okay. What number? You do washing. Jadi sebagai ibu RT harus cleaning, washing, cooking, apa lagi? Ya, kenapa kamu nikah sama orang Indonesia yang jelek ini? Kenapa? Enggak deh. Jadi alasannya dia nikah karena ke aku yang jelek ini itu karena aku bisa masak, aku bisa bersih-bersih rumah dan aku bisa mencuci bajunya, ya. Ya teman-teman, itu semua tadi komedi ya. Jadi jawaban kita answer and word that is need eh. Warum we do that? Omdat so feel hater, that is para pembenci yang berkomentar di channel kami, kenapa saya yang berwajah jelek ini nikah dengan dia bule. Jadi itu yang kita jadikan komedi. Hidup itu cuma sekali, jadi kita jadikan candaan. We live it all in care, so we make rap fun. Enjoy life. Yeah, we enjoy life. Jadi ada komentar masuk gitu di video kami yang nikahan itu, alah wanita seperti aku hitam jelek pendek gitu mau sama nikah sama bule. Jadi paling ya karena money send health karena ya tuh. Ya, dan Nederlander, they don't have any cash money, but they have a pin pass. Ya, yeah. Oke. Okay. Alendit. Chip. Ya, chip ini. Ya, itulah tadi alasan kenapa kita membuat lucu-lucu tentang hal itu. Jadi, para pembenci itu sekali dia membenci ya komentarnya ya pasti seperti itu. Tapi buat kami, buat saya di channel saya ya, itu enggak jadi soal. I didn't bothering that commentar because my self esteem is not so low, so I don't care what people talking about me. No. Because they didn't know me. So, and how about you? It's the same for me. I don't know you and you don't know me. Yeah, just a little from the camera. Yeah, from what we have exposed. But yes. That is not alles what we had in ons leven. No. In ons relatie. Yes. Yeah, jadi itu tadi kenapa aku bikin lalu lucu Johan seperti itu. Laughing, yeah. The art. Ya, sekarang the art, aku mau tanya ke bule ini, nu ikfrah. Ikfrah di letterlek di honesty. Warum je trouwen met die lelijke meisje vanuit Indonesië? What is your reden? First of all, you can met de Nederlands ook. Als eerste, yeah. We zijn allemaal hetzelfde. We zijn allemaal mensen. Yeah. En ja. Daar groeit iets, hè? Het is een liefde. Je, je ontmoet elkaar. Ja. Je leert elkaar kennen. Ja. En dan gaat het vanzelf. Ja.
Ja, a toen, human being. Ja, en toen ik zag jou voor de eerste keer, toch ook, ik zie jou niet zoals, waar, misschien krijg je hebt zoveel geld en ik wil trouwen met jou. En misschien, je bent Nederlander, ik krijg paspoort toen, Nederlander. Ja, dat, dat is niet in mijn gedachten. Nee, toen jij mij leerde kennen, ja? Deed ik mij voor alsof ik heel arm was. Wat bedoel je? Oude kleren aan. Ik was niet helemaal netjes in pak. Hoezo? Ik was een beetje smoetsig. Nee joh. Goed. Alleen omdat je bent single en nobody take care of you. Yes. That's true. Ya. Dulu jika aku pertama kali dating dengan dia, enggak pikiran aku nanti dapat paspor Belanda. Dia orangnya itu apa? Right of night of need. Kaya atau tidak, aku memandang orang itu tidak. I see the value of human being is not like that. Ja. Ja, dat is goed. Het is rijkdom of geld. Of slim geld, of ja geld. Of. Ja, maar geld maakt of, niet gelukkig. Of beauty and so of beauty of hem handsome. Nou, ja, kijk, ik moet wel toegeven, het oog wil ook wat. Dat klopt. Ja. Hè? Maar jouw oog bepaalt zelf. Ja. Ja. Wat zie je? Ja. Kijk, iedereen weet van hoe mooier een vrouw is, hoe moeilijker het is om daar om wat te beginnen. En dan is het vaak vanaf jouw kant, omdat jij haar mooi vindt. Ja. En wie zegt dat het wederzijds is? Ja. Meestal niet. Ja, ja, jadi. Liefde, dat moet groeien. Dat moet net als, dat moet in elkaar vloeien. En I still remember, ik heb herinneren in mijn hoofd, je eerste keer toen je hebt mij wezen gevonden, je zegt dat mij een deksel pas in een... Nee, wat ik heb gezegd. Wat heb je gezegd? Elk potje. Ja. Past een dekseltje. Ja, wat dat betekent? En dat betekent dat als jij een potje hebt die veel te klein is, en je hebt een hele grote deksel, dan gaat die deksel niet passen. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen, je tijd komt wel. Je komt vanzelf een keer iemand tegen die precies dat dekseltje of precies dat potje is die in jouw leven past. Ja, jadi dia bilang setiap tutup itu akan nyambung dengan pancinya. Jadi jika tutupnya besar, pancinya kecil, ya ndak akan ketemu. Jadi ibaratnya seperti itu. Nek wong Jawa ngandakno tumbuh ketemu tutupe gitu. That is Japanese. Japanese tal that deksel pas in potje. A potje pas een deksel. Elk potje past een dekseltje. Elk potje past een dekseltje. Ya, seperti itu. Jadi, tumbuh ketemu tutupe gitu. Jadi, biarpun undang event lele and has bule handsome, ya deksel ketemu tutupe tadi. I'm not handsome. I'm just me, myself and I. Ya. Elke keer als krijg ik komentar van hater, cari pembenci, itu selalu disalahkan aku. Dan jadi wanita jelek, iben lele, gorom, iben altijd di van di subscriber, di hater, iben altijd di so, and then iben altijd di blamer, di fout maken. Not good. No, that is not. Respect the world, respect the people, respect the animals, and respect the earth. Yeah. You know. Omdat iedereen. You only live once. Yeah. When you respect each other, you get it back, eh? Of course. Yeah. What goes around comes around. Yeah. Hey, kita itu dalam menjalin relasi, ya ada bumbu-bumbunya ya. Kadang kita bece mon fighting, ya that is gewoon argument. That is heel normal in relasi. Sure. Yeah. Dat is niet alles smooth en... Een relatie is vechten voor elkaar. Ja. Is ervoor zijn. Geven en nemen. Geven en nemen. Mm-hmm. En daarvoor zei ik net ook. What goes around, comes around. What comes around, goes around. En
en dat is nog niet duidelijk, omdat je zegt, ik vraag het toch, ik ben echt lelijk. En waarom, dat is, je antwoord is nog niet duidelijk, waarom je accept mij als jouw vrouw? Waarom? Ja. Dat hoef je niet te accepteren, dat gebeurt gewoon. Mm. Dat natuurlijk instinct. Ja. Ik weet niet. Dat is gewoon heel moeilijk om uit te leggen. Omdat het is een verliefdheid. Ja, maar dat groeit ook. Als je iemand ziet, is het heel moeilijk om meteen verliefd op iemand te zijn. En als dat wel gebeurt, dan is dat vaak alleen maar vanaf één persoon. Alleen in de vlak, in de beginning time en time. En daarna gewoon snel over. Ja, dat is dit. Van jij ziet iemand. Nou, jij vindt die persoon leuk. Maar daar is nog. Dus pas als de ander jou ook leuk vindt, dan kan het tot een match komen. Ja, en dan dat relatie gaat blijven. Zodat is de relatie gewoon niet alleen, je bent lelijk en gewoon handsome. Dat is niet zo. Relatie heeft so many aspects. Jadi di dalam satu hubungan, menjalin hubungan rumah tangga itu, segala macam aspek itu juga harus ada. Jadi bukan cuman hanya karena uang, karena ketampanan, atau karena saya cinta mati dengan dia. Enggak bisa seperti itu. And Allah helps. Ya, that is the word. Allah is help. So. Bismillah Allah. Ya. Toen we zijn getrouwd in die imam, dat is ook zo. We moesten. Bismillah, we moeten dit voor ons relatie. Ya, waktu kita nikah hijab di sini dulu juga gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita akan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menjalin hubungan rumah tangga. Jadi enggak kepikiran karena harta, karena enggak. But right now we happy. Of course. We have each other. Tuh? Ya. So. Oke, gitu aja jawaban kita dari kami. Subscribe below. Jangan lupa. Like us. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.